vanavond heb ik zoveel adrenaline, emotie. En ja, dan gaat het toch wel goed. Dat vind ik het ergste. Ik vind zingen helemaal niet erg, maar ik moet dan ook nog iets vertellen. Oh, misschien dat het juist voor zoveel mensen makkelijker is. Dat is het? Ja, maar dan ga ik meer in koffieband mogen. Dus dan zeg ik gewoon, ja. Geen ijsblokje. Nee? Oh ja, je was jarig, hè? Ja. Maandag was ik jarig. Gefeliciteerd voor. Thanks. Hoe oud ben je geworden? 23. Oei. Nee. Nou, iemand vroeg aan mij, hoe oud word je volgende week? Ik moest echt nadenken. Ik dacht, 23. Wow, fucking hell. Straks na de soundcheck is het weer goed. Ja. Als ik weet dat alles klopt en dat ik alles bij me heb. Dat is wel leuk. Nee. Ik heb nog geen les gehad, ook niet. Echt niet. Wat ligt hier nou in? Dit is kei cute. No. Dat is echt schattig. Dat is kei cute. Ik heb het allereerste briefje er nog steeds in liggen. Wat hij ooit heeft gemaakt. Het was voor mijn allereerste optreden. Oh. Ja, dit is dus heel mooi gedaan. Hij heeft dus alles weggestopt. Dus de volumeknop zit hier, weet je wel. En dus dan zie je aan de buitenkant, is hij dan helemaal... schoon, zeg maar. Maar ja, als je dan dit soort dingen moet doen, dan... Het is niet zo anders. Je moet er bijna heel goed aan doen. Oké, gitaar. Capo check. Kabel. Omdat sowieso, we hebben heel veel laten horen aan gewoon externe mensen, leraren op school en zo. En die zeiden allemaal, ik mis nog echt backings bij jullie band. Dus dat was voor mij echt een must dat hij hierbij zou zitten. Ja. Plus dat ik zelf, ik ben zoveel bezig met backings altijd. En het is dat de mannen nog niet zo goed kunnen zingen. Zijn we wel mee bezig hoor, maar ik dacht voor nu vraag ik gewoon twee losse echt vocalisten, zeg maar. Dus dan is het altijd goed. Ik ben echt super zenuwachtig. Hoe uitzicht dat in chaos allemaal? Nou, het is zo raar, want ik ben best wel rustig, maar ik voel de hele tijd zo'n druk hier. Ik ben zo bang dat ik iets vergeet of zo. Dat ik sta en iets ben vergeten. Ja. Je hebt je plek terug wel, toch? Ja, maar tekst of zo, ik weet niet meer. Ik heb er geen schijt voor. En het is vooral mijn gitaarspel stiekem wel. Ik heb een paar tokkeltjes en dingetjes die ik moet doen en dat vind ik spannend. Ik vond mijn zang niet zo interessant eigenlijk. Ja. Dat doe ik al zo lang, maar gitaarspelen is nog best wel nieuw. Dus dat is wel best wel spannend. Ook knap. Ja, ik moet wel les gaan nemen. Ja? Ja. Van mezelf. Wil je nog iets anders bespelen of echt gitaar? Nou ja, ik speel piano. Ik speel in principe piano, maar heel gewoon simpel. Ik kan vier akkoorden, zeg maar. Ik kan alle akkoorden, maar meestal...
simpele, maar dat gebruik ik meer voor mijn zangles en zoiets. Als ik hem moet begeleiden. Ja. Het is nooit echt voor, nooit voor optredens of zo. Ja. Started.